kunstenfestival Des Arts is dus ook heel wat theater te zien, ook in de zalen, onder andere hier in de Bottelarij. Hier lopen verschillende producties en wij hebben er eentje uitgepikt. Een muziektheaterstuk dat Man in Tribulation heet, in een regie van Erik Schleichin. Erik, vertel eens, waarover gaat de voorstelling? De voorstelling is een hommage aan Antonin Artaud. Antonin Artaud is een Franse schrijver, acteur, theaterregisseur, theatertheoreticus uit de jaren 30. Ik herinner me alleen van Théâtre de la Cruauté. Dat is het enige dat ik ervan weet. Inderdaad, natuurlijk. Het is ook een heel pakkende titel, hè? Theater der Vreedheid. Vreedheid heeft niks te maken met bloed of pijn. Vreedheid voor Artaud was, hij wou een theaterstuk de mensen pakte. Als je als publiek naar een theaterstuk ging kijken, dat je veranderd uit dat theaterstuk zou komen. Mm. En dat vroeg aan de regisseur, maar ook aan de acteurs, een heel grote energie. Mm. En Artaud reeds in de jaren 30 wou niet dat acteurs emoties zouden spelen, maar wou, wat toen wel het geval was, maar hij wou dat een acteur emotie was. Deze voorstelling is eigenlijk het laatste uur van het leven van Artaud. Een heel druk leven. Hij heeft bij de Indianen geleefd in Mexico. Hij heeft 9 jaar opgesloten gezeten in een psychiatrisch gesticht. En eigenlijk wat het publiek hier ziet, is het laatste uur van Artaud in dat kleine kamertje van het psychiatrisch gesticht, waar hij in volle eenzaamheid sterft. Ja. Dat laatste uur waar hij al zijn herinneringen door elkaar afgevuurd krijgt in zijn hoofd, dat is wat het publiek meemaakt. Het is in a straitjacket and yet I sense that my thoughts will survive. We zitten eigenlijk in het hoofd van Artaud. Kan je eens laten zien wat dat er precies Ja, hier is dus een repetitieruimte. Dus het decor kon hier zelfs niet opgehangen worden, want het gaat een ton wegen. En het is eigenlijk dus we zitten in een vijfhoek. En die wanden die zijn vol met licht. Dus dat is het concept zoals dat door de B-architecten werd uitgewerkt. Dus het publiek komt eigenlijk in een structuur die vrij claustrofobisch is. Ja, ja. Je kunt er vrij in en uit gaan zonder enig risico. Het hangt op meer dan 2 meter hoog. Je kan er onder doorlopen. Ja. Maar door de lichtbundel dat produceert, zit je echt in een bol, een zon. Je zit echt in het brein van Artaud. En in het midden heb je dat personage, dat Artaud is het enige personage dat eigenlijk voor het publiek echt bestaat. Mm. Dat nog maar een uur gaat bestaan, want op het einde van de voorstelling sterft hij. Mm. En alle personages daar rond, op die torens, die echte totems zijn, indianentotems, daar zitten eigenlijk alle hersenschimmen van Artaud.